Nou, Tieme, het is een punt van meneer Buma. En het gaat niet alleen maar over het paspoort van de koningin. Het gaat over die dubbele nationaliteiten. Ja. Ja, en kennelijk, zoals meneer Buma dat ziet, de dubbele loyaliteiten die daaraan kleven. Ja, maar als dat kunt u misschien vervelend vinden. Ja, maar als ik kijk naar de afgelopen... dat ze de jongeren konden bereiken via Tim Hofman, moet ik dan wel zeggen. Terwijl de jongeren zeggen, we moeten het hebben over de echte belangrijke problemen die er zijn. Enkele. En dat is onder andere klimaatverandering. En dan vind ik het ontzettend jammer dat we ook nu weer, laatste dag voor de verkiezingen, het weer hebben over die kleine onderwerpjes, zoals een dubbele paspoort. Terwijl het moet natuurlijk gaan over dubbele agendas van mensen. En in plaats van dat we over de grote uitdaging van de wereld hebben. Ik vind het echt ongelooflijk. Ja. Als u zegt, we hebben te weinig over de grote uitdagingen van de wereld. Hoe komt dat dan? Omdat deze heren met elkaar vooral weer wedstrijdjes zwerplassen hebben zitten doen. Ja. Dit heb ik de afgelopen 4 jaar alleen maar zien doen. Het zijn uitwisselbare standpunten. Jesse Klaver die de groene man wil zijn, maar ondertussen zit te flirten met CDA en VVD. Waarvan hij weet dat dat de partijen zijn die niet groen zijn. Het lijkt alsof er verschillen worden alsof het over verschillen gaat tussen partijen. Maar als je kijkt naar de debatten, dan zijn het uitwisselbare standpunten. En het moet nou juist gaan over waar nou werkelijk iets te kiezen valt. Jullie zijn wat dat betreft allemaal echt varianten op D66 geworden. Oh, kijk. Het feit dat jullie het kabinet van PvdA en VVD in de benen hebben gehouden, dan weer met D66, dan weer met de SGP, dan weer met de ChristenUnie. Het kan allemaal omdat die partijprogramma's allemaal op elkaar lijken. Er moet echt wat beter te kiezen zijn. Ja, mag reageren. Ik ben het niet met Buma eens dat Maxima haar paspoort moet inleveren. Maar het gaat terug naar een heel serieus punt. Naar wat we hebben gezien in de straten van Rotterdam. En dat kun je niet afdoen met, dat gaat nergens over. Dat gaat over een president die zegt, hij heeft het over mijn landgenoten. Terwijl dat onze burgers zijn die zich moeten gedragen en aan de wet houden. Zeker, maar dat gaat dan verder dan over paspoorten. En dat is veel meer dan verplassen. Dat gaat verder dan over paspoorten. Dat gaat over radicalisering. Dat gaat over niet geïntegreerd zijn. Laten we het dan, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Ik wil eigenlijk een compliment. Ik denk dat we de uitdaging die er nu zijn, als het gaat om steeds... Kom niet aan nu. Ja, maar ik wil nog heel even reageren op... Ik wacht dan met mijn compliment. Nee, maar dat kan ook later. Nee, maar complimenten aan elkaar geven dus hebben we net al de hele over. Tijd gedaan. Laten we het vooral over de inhoud. Ja, maar het is een beetje, maar ik vind het echt een beetje misplaatst om te zeggen van het gaat helemaal nergens. Het gaat over iets heel groots. Ik wil een compliment geven. Namelijk in het debat vandaag heeft hij het uitstekend gedaan. Heeft hij heel goed over het voetlicht gebracht, vond ik. Hoe belangrijk het is dat we het over het klimaat hebben. Zoals wij, ik bedoel, u mag ons allemaal over één kam scheren. Zoals dat ook in eerdere debatten is gedaan. Bij alle meetups die wij hebben gehad. En u deed dat meer dan uitstekend. En daar wilde ik u een compliment voor geven. Maar waarom, de heer Klaver, waarom heeft u dan niet, toen u kon kiezen uit alle onderwerpen voor dit NOS-debat, waarom heeft u dan niet gekozen voor de klimaatverandering? Dat zal ik u haar geven. En waarom heeft u dan toch weer gekozen voor het geld? Dat zal ik u uitleggen als u mij de kans geeft. Collega Buma en ik zijn elkaar veel vaker tegengekomen deze campagne. En toen wij tegenover elkaar stonden, de tijd hou ik niet helemaal meer bij, maar nog geen week eerder. Toen ging het over klimaat. Toen ging het namelijk over kolencentrales sluiten bij De Wereld Draait Door. En ik dacht dat het goed zou zijn om over verschillende thema's te spreken. En wij heten Groen Links. Dus ik dacht, wat is het nou interessant als ik 2 keer de kans heb om een stelling aan te dragen. Dan debatteren we 1 keer over klimaatverandering. En 1 keer over het verkleinen van inkomensverschillen in Nederland. Want dat vind ik ook belangrijk. Ja. Mensen die niet rond kunnen komen, dat is een groot probleem. Dus vandaar deze keuze. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we kijken hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Ik vind het heel belangrijk. Ik vond het heel goed dat u het over klimaat had. Maar we moeten ook over die andere thema's kunnen spreken. Maar dan is het veel logischer. Vindt u dat een logische verklaring? Ik vind dat het veel vaker over klimaatverandering had moeten hebben. En dat het niet alleen maar gaat over energie. Maar goed, ja, daar hebben we een paar keer over gesproken. Nou, de mensen thuis vonden dat niet. Kees van der Stijn. En het is niet voor niets dat er een petitie ook is rondgegaan. Bent u het met haar eens? Nee, ik vond dat het klimaat vanavond juist ook zelfs meerdere keren aan de orde kwam. Ja, ook weer. Ja, dat is wat die aanjaagfunctie. En dat het in die zin, maar ik begrijp wel dat mevrouw Tiemba ook even graag haar punt hier nog met klem naar voren wil brengen. Maar niet in de verdediging, want bij mij ging het met Roemer over Europa. En het eerste voorbeeld wat ik noemde was klimaat en energie. Alleen, mevrouw Tiemen, kijk, u
U brengt dat heel erg en u vindt het vervelend als andere partijen soms niet zo ver gaan als u. Maar ik ben heel trots dat mijn partij, als het gaat om klimaat, samen met GroenLinks en de ChristenUnie, de internationale afspraken haalt. Daar vallen we ook anderen dan weer op aan. Doe mee, hè, want wij doen het. Waarom doen jullie niet mee? Ik zou zeggen, tel uw zegeningen. Nee, ik vind het ook heel goed als er langzamerhand ook veel meer ruimte komt om na te denken over klimaatverandering en hoe we dat kunnen oplossen. Maar dan valt het me echt op. En dan wil ik toch nog even aan de heer Klaver nog de volgende vragen. Hoe kan het dan dat in alle vragen die u krijgt over met wie u wil samenwerken, dat u dan in eerste instantie denkt aan partijen als de christelijke partijen en de VVD eventueel nog, om aan een meerderheid te komen, terwijl je dan toch eerder denkt aan de partijen die dan op dit moment hebben laten zien dat ze veel meer op de groene onderwerpen naast u staan. Ik vraag me ook altijd ik vraag me werkelijk af waar dit nu vandaan komt. Ik heb het voortdurend over de partijen met wie ik het liefst zou willen samenwerken. Die zitten daar zo tegenover mij. Zo varianten van D66 zijn dat. Maar vervolgens, mevrouw Thieme, en dat moet je kijken hoe telt dat op naar meerderheden. En morgen weten we pas de uitslag. Maar meneer Pauw was net al een klein rekensommetje aan het maken. En zelfs als u zou meedoen, dat zou prachtig zijn, dan tel ik nog niet helemaal op naar een meerderheid. En dan ga je toch kijken met welke partijen zou je dan toch tot resultaten kunnen komen. Dat is wat ik probeer te doen. En het is, weet u mag me best... Houd even bij de feiten. Wil heel graag met onze linkse vrienden samenwerken. Het feit dat u vorige week nog heeft gezegd dat u over uw klimaatplannen al eventueel te onderhandelen valt. Dat u al bij wijze van spreken bij de onderhandelingen al met de wissel gaat. Misschien iets anders dan een aanjaagfunctie. U heeft altijd gezegd, een groot succes van mijn partij is dat wij onze punten onderbrengen bij andere partijen. Dat wij een aanjaagfunctie hebben. Als hij daar iets anders voor kiest, dan moet hij in realistische zin kijken waar hij kan samenwerken. Ja. Dat heeft hij gedaan. Zeker, maar dan denk ik dat de beste garantie voor een groene coalitie, is dat je stemt op de Partij voor de Dieren, zodat wij het groene, als ik mijn zin mag even af, als het groene anker zullen zijn, dat de andere partijen bij hun les laat. Ik heb gezien met welke partijen u wil samenwerken de afgelopen jaren. Blijkbaar heeft u onze campagne zorgvuldig gevolgd. En daar ben ik heel blij mee. Maar dan heeft u mij denk ik ook horen zeggen dat het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs, dat staat. Maar dat met ons valt te praten over de manier waarop. Dat kan namelijk, als we dat nu zouden doen, ik zou het heel interessant vinden, ik kan wel 25 manieren verzinnen om daar te komen. En over de invulling daarvan, dat is politiek. Daarmee probeer je meerderheden te zoeken. Ja. En dat zou u ook die 25 mogelijkheden gaan we nu niet opzoeken. Dat is jammer. Dat is een goede tijd om dat nu te doen. Mark Rutte was vanochtend te gast bij Frits Wester en gaf daar eindelijk antwoord op de vraag waar iedereen al een